Elk jaar is het voor heel veel bekende Nederlandse vrouwen weer de vraag: zou ik nog gebeld worden voor het kerstnummer van de Playboy? Gaat die telefoon nog? Nou, u heeft het net al gezien, Do is dit jaar de gelukkige. En neemt mij aan, in tijden van crisis doen die paar nullen het toch lekker op je bankrekening zo voor het eind van het jaar, hoor. Goed, foto's zijn mooi geworden en vandaag onthulde Do de foto's. Vanaf morgen kan mannelijk Nederland zich verlekkeren aan de spannende kietjes van de Brabantse Do. Ja, ik vind het echt super spannend. Gewoon mijn allereerste en allerlaatste Playboy meteen in één keer. En ja, ik ben heel benieuwd naar alle reacties. We'll see. De deal was niet binnen één dag beklonken. Do heeft wel goed nagedacht over de blootfoto's. Ja, ik kreeg natuurlijk enorm veel geld voor. Nee, nou, ook dat is natuurlijk absoluut heel interessant. Maar dat is niet zaligmakend, weet je. Je doet zoiets en dat heeft ook gewoon een heleboel consequenties. En ja, ik had gewoon zoiets van, ik ben nu nog jong. En over een paar jaar wil ik ook aan een kindje en zo beginnen. En ik denk niet dat ik mezelf dan nog in mijn naakje hoef te laten zien. En nou, sowieso vind ik het ook heel leuk. Als bekende Nederlander heb je toch een voorbeeldfunctie. Dus ik vind het ook gewoon heel goed, denk ik, om vrouwen te laten zien van, nou, ik heb geen siliconen tieten en ik sport helemaal nooit. En weet je, ik ben echt niet broodmager, maar ook dan kun je er echt wel mooi uitzien. Gewoon een heel natuurlijk lijf hebben. Do treedt in de voetsporen van bekende dames als Katja Schuurman, Bridget Maasland en Lieke van Lexmond. Wat ik wel heel leuk vind is dat op het moment dat je gevraagd wordt door de Playboy, dan ga je natuurlijk kijken van oké, wat hebben anderen gedaan en hoe zag dat er dan uit en wat wil ik wel en wat wil ik niet. Ik vond persoonlijk de shoot van Katja heel erg mooi, die ze in Zuid-Amerika hebben gemaakt. En die laatste van Lieke vond ik heel erg mooi, de tweede uitgave, zeg maar. Ja, dat is ook wel iets waarbij je denkt van ja, weet je, als zij het doen, dan voel je je toch ook wel een stuk relaxter erbij of zo. Met gierende zenuwen vertrok Do naar haar allereerste naaktshoot. Die eerste foto is wel heel belangrijk. Die eerste Polaroid maakt wel dat je denkt van oh, dit komt helemaal goed. Of dat je echt denkt, mijn god, waar ben ik aan begonnen? En ja, dat was gewoon een heel goed gevoel over. En meteen zoiets van, hup, ik heb de smaak te pakken, here we go. Do koos het zonnige Afrika uit voor haar fotoshoot. Viel dat even tegen? Het enige nadeel was wel dat wij voor de zon kwamen en voor de warmte. En dat ik echt een week lang echt in de vrieskou in de naakje heb rondgelopen. Ja, want wil je het nu al doen of wil je nog wachten op zon? Of, ja, we hebben echt, qua weer was het gewoon niet meant to be om in de zon te zijn. Ik heb echt liggen rillen, maar het was echt 1000 keer de moeite waard. Gewoon doen en ik ben helemaal blij. Ik heb ook nog geen moment spijt gehad. Keihard werk. Keihard. Keihard. Maar wel beeldig geworden. Ja. Piet. Onze Piet.